Welkom in deze volgende video op de Wiskunde Academie, waar we het gaan hebben over permutaties en faculteiten. Twee handige technieken om te kunnen rekenen aan telproblemen. En we doen dit aan de hand van het volgende voorbeeld. Op de Olympische Spelen in 2012 deden bij het hockey 12 vrouwenteams mee. En de Nederlandse dames wonnen daarbij goud. Argentinië werd tweede en Groot-Brittannië werd derde. Nou, op hoeveel verschillende manieren waren er eigenlijk om van tevoren deze eerste drie plekken te verdelen over de 12 teams? Dus hoeveel mogelijkheden waren er überhaupt om dat podium te vullen? Met drie verschillende teams op de plekken 1, 2 en 3. Pauzeer eens de video en denk er eens over na. Hoeveel verschillende manieren waren hier nu precies? Nou, als we kijken naar de eerste plek, dan konden we daar, als je nog geen eerste plek hebt ingevuld, kiezen uit 12 teams. Zet je bijvoorbeeld Nederland op de eerste plek, dan kun je kijken hoeveel kunnen we er nu nog op de tweede plek zetten. En dan zijn er nog 11 teams over. Vervolgens kun je op de derde plek nog uit 10 teams kiezen. Kortom, het aantal manieren om het podium te vullen is dan dus 12 keer 11 keer 10. En dat komt dus neer op 1320 manieren om dus dat podium te vullen, die eerste drie plekken te vullen. Nou, de mogelijkheid Nederland 1, Argentinië 2 en Groot-Brittannië 3 noemen we een rangschikking of ook wel permutatie genoemd. Let op, wanneer je dus bijvoorbeeld Nederland en Argentinië zou gaan wisselen, dan krijg je dus weer een andere rangschikking of een andere permutatie. Dus ook al heb je hier al drie teams nu gekozen die op het podium staan, ook weer de onderlinge wisseling geeft weer een andere rangschikking. Dus de plek is heel erg belangrijk. Nou, die 1320 is het aantal permutaties van 3 uit 12, zo noemen we dat. En nog een ander voorbeeld ervan, bijvoorbeeld het aantal permutaties van 4 uit 7, betekent dus eigenlijk het aantal rangschikkingen van 4 dingen gekozen uit een groep van 7 dingen. Nou, dan is het natuurlijk ook handig hoe je dit kunt berekenen, want hoe wil je natuurlijk niet elke keer die getallen vermenigvuldigen? Dan kan je ook gewoon de GR gebruiken, de grafische rekenmachine. Nou, we geven het voorbeeld even aan de hand van de TI. En het gaat als volgt. Je toetst in 7 en vervolgens zoek je met het menu de knop voor permutaties op. En dat doe je onder de knop Math. En daarin kun je het menu PRB, wat staat voor Probability. Want combinatoriek is een stuk wat heel veel gebruikt wordt in de kansrekening. Dus het valt onder de grotere noemer van de kansrekenen, Probability. En dan selecteer je NPR, waarbij de P voor permutatie staat. Vervolgens enter en dan vul je de 4 in. En dan enter dus eerst de groep waaruit je kiest en dan het aantal wat je daar uitkiest. Wanneer je dit ingevuld hebt, zal je zien, dan kom je als het goed is uit op 840. Dus 840 is het aantal permutaties van 4 uit 7. Dan de volgende vraag. Wat is het aantal permutaties van 6 uit 6? Dus wanneer ik een groep van 6 dingen heb en ik ga daar 6 uitkiezen om een rangschikking van te maken, op hoeveel manieren kan dit dan? Pas eerst de video en denk hier eens over na. Hoeveel permutaties zijn er nou van 6 uit 6? Nou, misschien heb je de GR er wel bij gepakt en heb je dat ingetoetst. En wat krijg je dan? Nou, als je uit een groep van 6 dingen moet gaan rangschikken, dan heb je op de eerste plek dus een keuze uit 6. De tweede plek keuze uit 5, 4, 3, 2. En dat gaat dus helemaal door tot 1. Dus 6 keer 5 keer 4 keer 3 keer 2 keer 1. En dan komen we uit op 720. Nou, deze hele rij, als het helemaal doorgaat tot 1, heeft een bijzondere naam. Dat noemen we namelijk een faculteit. Dus in dit geval hebben we hier te maken met 6 faculteiten. En dat schrijven we met een uitroepteken. Dus 6 faculteit. En faculteiten kunnen we ook weer apart uitrekenen met de rekenmachine. Ander voorbeeldje, hoeveel is dus bijvoorbeeld 4 faculteit? 4 faculteit is dus 4 keer 3 keer 2 keer 1. Altijd doorgaand tot en met 1. Nou, dit noemen we dus ook het aantal permutaties van 4 dingen. Op hoeveel manieren kan ik 4 dingen ordenen? Dus op hoeveel manieren kan ik bijvoorbeeld 4 leerlingen op een rijtje zetten? Dat zou dus op 24 manieren kunnen. Nou, hoe berekenen we dit? We kunnen dus ook hier weer met de TI gebruik maken om faculteiten te berekenen. Bijvoorbeeld 4 faculteiten. Dus je toetst in 4, je gaat weer naar de knop Math en dan het menu Probability en daaronder het uitroepteken selecteer je. En dan weer Enter en dan nogmaals Enter. En dan krijg je dus 4 faculteiten en als het goed is het antwoord 24. Nou, het aantal rangschikkingen
of permutaties van en dingen is dus en faculteit. Zo spreek je dat uit. En in zijn algemene zin loopt dus en faculteit vanaf en keer 1 lager dan n, dus n min 1, keer nog 1 lager, dus n min 2. En dat loopt helemaal door tot uiteindelijk keer 1, dus 3 keer 2 keer 1. Goed. Dit is dus algemeen dus de uitleg over permutaties en faculteiten. En in de volgende video, als je daarin geïnteresseerd bent, gaan we ook even laten zien hoe je permutaties kunt schrijven met faculteiten. Dus ik zie je in de volgende video.